Deze week in Nieuwsronde: herdenkingszuilen voor neergestorte oorlogsvliegtuigen, de techniek driedaagse, brassband Concordia jubileert en een terugblik op Oktober Actief. Zoals u weet zijn hier 75 jaar geleden, kun je bijna niet voorstellen als je hier kijkt, luchtgevechten hebben hier plaatsgevonden. En daarbij zijn heel veel jonge mensen gesneuveld. Hier alleen al zijn 7 mensen, hele jonge mensen omgekomen. Die hebben het leven gelaten voor onze vrijheid. In Waverveen is de eerste van 6 gedenktekens onthuld op de plaats waar in 1943 een Avro Lancaster neerstortte. Dankzij het vele speurwerk van Chris van der Linde. Eindelijk is het ervan gekomen, hè? Ja, de onderzoeken, daar ben ik toch wel ruim 10, 15 jaar mee bezig geweest om dat een beetje compleet te krijgen. Ja, compleet krijg je het nooit, maar ja, je probeert het zoveel mogelijk uit te zoeken. Maar vanuit mijn jeugd ben ik al opgegroeid met Tweede Wereldoorlog. Dus, en dan vooral het verhaal achter de jongens die zijn omgekomen. Wat het heb gedaan met de familie en al dat soort dingetjes. Gewoon, ja, meestal is het alleen over de crash. Maar ik wil het complete verhaal dan het liefst uitproberen te vissen. En dat is je gelukt om dat allemaal te achterhalen? Ja, compleet krijg je het nooit. Maar ja, zoveel mogelijk. Dat, ja, je doet je best, maar niet alle families willen ook contact. Nee. Buiten dat dit natuurlijk uw eigen drijfveer was om dit te achterhalen, vindt u het ook belangrijk dat het gebeurt? Jazeker, ja. We mogen niet vergeten dat deze jongens voor onze vrijheid zijn gestorven. Dus, dat zijn er te veel geweest in al die jaren. Dit vliegtuig had een missie, het bombarderen van Berlijn. Maar waarschijnlijk door omstandigheden zijn ze eerder teruggekeerd. Ook een andere route genomen dan gepland. En hij is hier boven de polder is hij aangeschoten door een Duitse nachtjagerpiloot. Nachtjagervliegtuig. En hij is hier achter in het land is hij gecrashed. Wat vindt u ervan? Geïnteresseerd erin. En geïnteresseerd geraakt door mijn opa. En wat er hier ook afgespeeld heb in de Tweede Wereldoorlog. Dus... Heeft uw opa meegemaakt dat ze hier neergestort zijn? Dat heeft hij al meegemaakt, ja. Die heb zelf gevochten, heb in het verzet gezeten. Dus daar hoorde je vroeger wel eens wat over. Door deze mensen leven wij zo. Leven wij in vrijheid. Ja. Dus ja, dat blijft erbij. En dat vind ik dat ze dat continu moeten blijven herdenken. En bij moeten stilstaan. Wat vindt u van het uiteindelijke resultaat? Ja, prachtig. Kroon op je werk eigenlijk. Juweeltje. Ja. Nu zijn er 4 plekken al met zoiets gesierd, om het zo maar te zeggen. De 2 Duitse vliegtuigen die neergestort zijn, dat gaat nog komen? Ja, dat gaat volgend jaar plaatsvinden. Dat, ja, er moet nog onderzoek aan nagedaan worden, maar Duitse archieven zijn moeilijk toegankelijk en moeilijk informatie te vinden. Vooral met families. Ja, bedoelt u het onderzoek naar de families? Ook ja. Ja, het verhaal van het vliegtuig is compleet, maar de bemanning daar. Ja, een foto zegt veel meer dan 100 pagina's tekst. Kinderen uit de groepen 7 en 8 en brugklassers konden op de Techniek Driedaagse kennis maken met techniek. Met als speciale gasten ondernemers en minister Arie Slob. Druk weer, hè? Ja, zeker weten. We hebben, vandaag zijn er 750 kinderen geweest. De komende dagen komen er ook weer iedere dag 1000 kinderen. En nu 250 ondernemers. Ontzettend leuk dat die ook een kijkje komen nemen. Is het belangrijk, zo'n Techniek Driedaagse? Of wij het belangrijk vinden?
En wij hebben een bijdrage ook met computers en met name een stukje software gemaakt. Zodat de kinderen naast het ambachtelijk ook het stukje technische gedeelte. Ja. Want de computer is net zo belangrijk in de bouw tegenwoordig als het timmeren en het metselen. Ja. Is het nou moeilijk om aan personeel te komen nog steeds? Het is wel een uitdaging. Ja. En het probleem is dat we wel zien dat mensen de techniek weer interessant vinden omdat er veel werk is. Mm-hmm. Dat er meer mensen ook weer in willen stromen. Maar het is wel op zijn tijd een zoektocht naar de goede mensen. Kijk, wij zijn volgend jaar ook voornemens om een vakcollege te worden. Wat hetgeen betekent dat we vanaf klas 1 al uren techniek aanbieden. Vakgerichte vakken krijgen. Waardoor wij hopen dat we onze kinderen ongelooflijk enthousiast maken voor techniek. En dat ze de goede weg kiezen. Omdat ze ontdekken dat daar heel veel mogelijkheden zijn. Wel Hagen, leuk hè dit? Ja, top hè? Ja, echt een super initiatief natuurlijk voor het onderwijs. En dan ook nog in combinatie met al die ondernemers. Ja, wat wil je nog meer? Hoe technisch bent u zelf? Sorry? Hoe technisch bent u zelf? Hoe technisch ben ik zelf? Nou, de hele technische dingen besteed ik liever uit. Maar ja, ik kan wel een spijker erin slaan. Programmeren ben ik iets minder goed in. En de agricultuur, dat vind ik wel leuk. Ik zou een keer een koe willen melken, maar dat nee. Echt heel goed wat hier gebeurt, nu voor de derde keer al. Dat onderwijs en bedrijfsleven samen laten zien hoe mooi techniek is. We hebben een schreeuwende behoefte ook aan technische schoolpersoneel. En het is inderdaad belangrijk om bij jonge mensen het vlammetje aan te steken. En dat gebeurt in zo'n hal als deze. Ook bij mij als minister trouwens. Uw inzet en de inzet van iedereen die op dit soort dagen, levert dat het gewenste rendement op? Ja, dat zal op lange termijn moeten blijken natuurlijk, maar ik vind het heel belangrijk om dit te ondersteunen. En ik ben op mijn eigen terrein ook bezig om te zorgen dat techniek ook al in de basisscholen een vaste plek gaat krijgen. Ik ben bezig om te stimuleren dat er ook extra geld beschikbaar komt. En dat is inmiddels ook beschikbaar om in regio's techniekonderwijs overeind te houden. Maar ook op peil te houden, hè, want die ontwikkelingen gaan ook heel erg hard. Dus op allerlei manieren doen we heel hard ons best om techniek in Nederland te promoten. Want die handjes, maar ook die hersens, die hebben we heel hard nodig in het bedrijfsleven en voor de samenleving. Zou het dan eigenlijk ook niet zo moeten zijn als wij de kinderen in de Rondevenen techniek willen laten gaan doen, om dan ook een technische school te hebben? Dat zou een mooi initiatief zijn, hè? Ja, maar de gemeente die organiseert zelf geen school. Daar is de gemeente niet voor. Dus dat zou dan vanuit de ondernemers moeten komen. En ik geloof wel dat er al iets op stapel is, maar dat misschien later meer. Techniek driedaagse is natuurlijk voor hele jonge kinderen, vroeg 7, 8 en brugklasses. Wij enthousiasmeren ze voor techniek. Nou, vervolgens is het natuurlijk kunnen zij een technische opleiding kiezen. En daarbij is het ook heel belangrijk dat de bedrijven ook heel goed laten weten wat zijn hun functie-eisen. Zodat ook het onderwijs daar rekening mee kunt houden. En dat ook de ondernemers de leerlingen binnenhalen. Binnen de bedrijven. Laat ze maar zien hoe het eraan toe gaat op een bedrijf. Dat is de beste manier om ze kennis te laten maken. Er is een hele tijd te weinig aandacht voor techniek geweest. Ja. Waar lag dat aan? Ja, ik herinner me zo uit de 80er jaren. Toen hadden we in ieder geval op het politieke speelveld het idee dat wij hier een wat ze noemden kopstaarteconomie zouden worden. Dingen bedenken en verkopen. En in verre landen maken. Nou, gelukkig zijn we daar met z'n allen van teruggekomen. En ik denk dat dat een belangrijk moment was in techniek weer op de agenda krijgen. Volgend jaar weer? Dat is onze bedoeling, zeker. Of ik durf te zeggen, zeer zeker. Ik hoop dat we weer hier mogen, maar dat moeten we nog vragen. Maar we gaan het zeker doen. In 1998 besluiten 10 Vinkeveners een fanfare op te richten. Op 24 november, 120 jaar later, viert de brassband dat met een jubileumconcert in de Boei. Nou ja, ik ben de dirigent van de brassband. Ik sta hier nu bijna 2,5 jaar. Ja, en dan heb ik de geweldige eer om hier het jubileumconcert van 120 jaar te mogen leiden.
Hoe is het nou om zo'n orkest met een toch wel rijke traditie leiding te geven? Ja, het is ontzettend leuk. Sowieso leuk om met mensen te werken. Het zijn ook gigantisch gevarieerde mensen. De een die houdt van klassieke brass met muziek en de andere wil graag lichte muziek. Dus daar hebben we ook weer een gevarieerd programma op uitgezocht. Ja, hartstikke leuk om daarmee te werken. Hoe heeft u het uitgehouden? Nou, wat zal ik daar nou op zeggen? Plezier. Plezier erin hebben. En je moet gezegend zijn met de gezondheid. Ja, want u moet op zo'n groot instrument blazen. Lucht heb je voor dit instrument nodig. Dus dat moet je mee hebben. En speelt u hier al 73 jaar op? Dat moet 6 jaar vanaf. We doen 1 keer per jaar doen we een scholenproject. Nu hebben we dat voor het 2e jaar hier op de Schakel in Vinkeveen. Daar leiden we dus onze kweekvijver voor leerlingen. En vervolgens leiden we ze ook op voor een instrument naar keuze. Dus dat kan zijn cornet, bariton, trombone, slagwerk, alles verzorgen. Mijn vader is de andere slagwerker, dus sinds dat ik 6 ben ongeveer loop ik hier al een beetje rond. Ik heb eigenlijk nooit drumles gehad. Bij die andere vereniging speel ik alleen op 1 trommel. Dat heb ik een beetje geleerd te slaan en verder heb ik leren drummen van papier. Een brassband heeft een vastgesteld aantal. Dat is eigenlijk het enige blaasorkest wat een vastgesteld aantal heeft. Een fanfare of een harmonie heeft dat niet. Maar een brassband heeft een vastgesteld aantal, 24 muzikanten. U heeft een hele jonge dirigent. Ja. Is dat niet een probleem voor u? Nee, helemaal niet. Nee. We weten dat de dirigeerstok de baas is. En als die rechtvaardig is, dan loopt het vanzelf. Nou, het wordt een gigantisch gevarieerd programma. We hebben de samenwerking gezocht met een koor en met een dansschool. Dus dat is al hartstikke gevarieerd. Maar daarnaast ook muzikaal gezien. We gaan van Folare, El Comanchero, Copacabana. Echte lichtere werken. We komen terug bij Queen in een hele mooie medley. Maar we spelen ook de schilderij tentoonstelling van Mussorgsky. Wordt hartstikke gaaf. Binnenkort het jubileumconcert. Wat gaat er gebeuren een beetje? Nou, dit concert en dan de sprekers die rondkomen. Ja, de burgemeester die begint natuurlijk. En van de plaatselijke verenigingen die op komen draven. Die komen feliciteren. En zo werkt dat altijd op het dorp. Maar ook hele oude leden, heb ik begrepen. Ja, klopt. De oudste, ik weet niet precies hoe oud hij is. Volgens mij 85. En die is 71 jaar lang lid. Dus dat is, dat is wel bizar natuurlijk. Hoe lang denkt u het nog vol te houden? Nou, als ik tot 100 zo blijf, dan gaan we zo door. Hele maand oktober konden 55-plussers kennis maken met sporten. Een korte terugblik op Oktober Actief. Oktober Actief wordt georganiseerd door Spel en Sport de Ronde Venen in opdracht van de gemeente de Ronde Venen. Wat is die opdracht? Nou, die opdracht is om 55-plussers te stimuleren om meer te gaan bewegen. Nou, het is het derde jaar.
Maar daarvoor hebben we, denk ik, 6 of 7 jaar Juni Beweegt gedaan. Maar op verzoek van de sportaanbieders zeiden ze van, nou, oktober is een meer geschiktere maand om deze actie te doen. Staat ook op de banner, hè? Oktober beweegmaand voor senioren. Hoeveel hebben zich eigenlijk aangemeld? Nou, weet ik precies. Dus hebben zich 134 mensen aangemeld. Dus dubbele van vorig jaar. Tevreden over dat aantal? Ja, heel tevreden. We hebben het heel druk mee gehad. Want ze hebben bij elkaar 600 keer ergens gesport. Dus die moesten allemaal overal ingedeeld worden en doorgegeven worden. Heerlijk gesport. Hoe vaak doen jullie dat? Dit is 1 keer in de week bij Jos. Mensen hetzelfde doen vind ik altijd heel, geeft mij veel plezier. En ook omdat het elke keer anders is. Waarom doet de Schöneboel Club Apkoude mee aan Oktober Actief? Wij doen mee om 2 redenen met name. De eerste is om onze vereniging te promoten en daarbij potentiële leden enthousiast te maken. Tweede reden is om activiteiten bij de inwoners te promoten, zoals dat door de gemeente eigenlijk is ingezet met het programma Oktober Actief. Welke aanmelding was nou zeer populair? Nou, dit jaar was de watersport erg populair. Suppen, zoals op de banner staat. Maar ook kanoën. Dat had natuurlijk ook wel met het mooie weer te maken. Wandelgroepen. Eigenlijk alles wat buiten was en op het water. Hoe waren de ervaringen van de laatste 2 jaar? Ik moet zeggen, wat teleurstellend. Mensen geven zich graag op. Maar het is teleurstellend als meer dan de helft van de personen zonder dat ze zich ook daadwerkelijk nog hebben afgemeld, maar niet eens komen opdagen. We staan hier klaar met vrijwilligers, koffie, met wat lekkers erbij. En dan kom je voor, eigenlijk voor jokers. En dat is jammer. Wat kun je daaraan doen? Want het is aanmelden voor een tientje, heb ik begrepen. Ja. Maar ja, als je niet komt, kom je niet. Nou, dat is niet de afspraak, want we hebben in alle mails naar de deelnemers gezegd, meld je aan als je komt en meld je af als je ziek bent of plotseling niet kan. En dat is een hele heen en weer gemailde, dus iemand fulltime mee bezig geweest, om alle aan- en afmeldingen op tijd bij alle sportaanbieders te krijgen. Dus dat verbaast me inderdaad zeer. Ik heb telefoontjes gehad van mensen van, goh, ik ben hier net komen wonen in de gemeente en dit is dé manier om eens in contact te komen. Mensen die, een mevrouw die net weduwe was geworden, zegt van, nou, ik moet weer in de maatschappij komen, ik moet weer in contact komen. Ik ben ergens wezen gym en ik ben daar zo warm ontvangen, dat heeft me zoveel goed gedaan. Dus ook het sociale aspect vind ik heel belangrijk, dat senioren in groepsverband gaan bewegen. Stiletto Run of de Cross van Apkoude, ik ben erbij. En vandaag sta ik bij de casting van de Miss Beauty of Utrecht verkiezing en ga kijken wie de nieuwe finalisten worden.